wordt er momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal wind- en zonneparken. Wat heel veel mensen niet weten is dat Flevoland in 2050 CO2-neutraal wilt zijn. Dit wordt onder andere gedaan door de regionale energiestrategie en vandaag spreek ik gedeputeerde Job Fakkeldijk. Hey Job! Hey! De regionale energiestrategie, dat is een hele mond vol, maar wat betekent het eigenlijk? Het gaat over energie, maar dan alle energie die niet komt van fossiele bronnen, dus van olie of van gas of van steenkool. Je hebt toch energie nodig, dus wat gebruik je nou als je geen benzine meer kunt gebruiken of geen gas meer? Nou, dat is energie opgewekt met wind of met zon of warmte uit de aarde. En het plan, hoe gaan we dat met elkaar doen, dat is de regionale energiestrategie voor Flevoland. Maar waarom is het eigenlijk nodig? We hebben met elkaar in Parijs een akkoord getekend omdat de opwarming van de aarde veel te hard gaat. Duurzame energie gaan gebruiken en daarna overschakelen. Dat hebben we met elkaar afgesproken om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. We willen uiteindelijk in 2050 CO2-neutraal gaan. Dus hoe gaan die ontwikkelingen? Ja, we zijn hartstikke goed bezig. We zijn ook gewoon mooi op tijd begonnen. Eerder dan anderen, met bijvoorbeeld met windmolens. En we hadden natuurlijk nog niet zo heel veel zon. Ook daar gaan we hard mee aan de slag, want we zijn goed bezig in Flevoland. Maar nog niet goed genoeg om echt die energie-neutraliteit te halen straks. Om het nog beter te snappen, wil ik gewoon die zonnepanelen van dichtbij zien. Dat komt uit, want we zijn hier bij het Zonne-eiland. Daar liggen ze. Dus we kunnen er even gaan kijken. Kan ik er wat meer over vertellen? Oké, mooi. Nou, we zijn aangekomen op het Zonne-eiland. Kan je er wat over vertellen? Ja, Zonne-eiland is natuurlijk mooi, want het levert energie voor de huizen die hier precies achter liggen. Maar belangrijk is dat we eigenlijk heel veel zon zullen gaan zien. Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt, kun je voor een stukje je eigen energie voorzien en in je warm water. En zo langzaam zeker zorgen we met z'n allen dat we steeds minder energie gebruiken en straks helemaal niet meer afhankelijk zijn van die fossiele brandstoffen. Heeft de gemiddelde Flevolander, dus ik, nog ook wat te vertellen? Jazeker. En als het goed is steeds meer, want zo'n energiestrategie is een plan dat niet meteen morgen klaar is. Dus wat we graag willen is dat Flevolanders mee gaan praten over de vraag waar willen we eigenlijk naartoe met Flevoland als het om energie gaat. Windparken en zonnevelden, dat zijn hele grote projecten. Maar wat gaat iemand in zo'n wijk er nou eigenlijk van merken? In zo'n wijk moet je natuurlijk zelf kijken wat kan ik doen aan het isoleren van mijn woning. We moeten natuurlijk allemaal van het gas af uiteindelijk. En dan moet je een andere warmtebron vinden. Maar het allerbelangrijkste is, gemeenten maken nu allemaal plannen om per wijk te bepalen wanneer die wijk van het gas afgaat. Okay. En ook hoe dat dan gaat. Ja. En daar zitten we opnieuw nog steeds in de fase van plannen maken. Nou, ik weet nu wat de regionale energiestrategie allemaal inhoudt. We zijn al heel goed op weg in Flevoland met het verduurzamen, maar we kunnen nog allemaal een steentje bijdragen.